Wat maakt fietsrijden nou zo leuk? Niet. We vergelijken vandaag de reisbeleving van een automobilist en iemand op een e-bike. Veel mensen pakken natuurlijk de e-bike, maar u pakt... de auto. Lekker comfortabel. Nou, hier kom ik altijd in de file te staan. Even lekker stilstaan. Ik kan me voorstellen dat je heerlijk tot rust komt op zo'n moment. Vindt u het nou ontspannen op de weg? Nee, niet echt ontspannen, nee. Zeker als mensen niet goed opletten. Of als... oh, pas op hoor, heb je een beetje... hij laat je er niet tussen hoor. Wat maakt autorijden nou zo irritant? Andere weggebruikers. En die andere weggebruikers, daar heb je op een e-bike minder last van. Ik kan me voorstellen dat je helemaal tot rust komt hier, hè? Dat klopt wel eigenlijk, ja. Ik fiets lekker door de natuur. Het is echt heel fijn. Ik kom heel anders op mijn werk dan met de auto. Het heeft haast iets meditatiefs. Soms kom je echt in een lekkere flow en dan ben ik echt onwijs aan het genieten. En zijn er ook nadelen? Nee, hè? Regen. Maar meestal is er geen regen op de fiets en ik kleed me gewoon heel warm. Kort en vrolijk van. De gezondste manier om naar je werk te komen. En je bespaart lekker op je autokilometers.